zoals de naam het eigenlijk zegt, ruimteveldwerk. Wij zijn architecten, we zijn met de ruimte bezig, maar ook wij willen vooral in het veld bezig zijn. We zijn nu in Sint-Truido. Enerzijds willen wij vooral het element dat hier is heel hard versterken. En ook dat de mensen die dat hier bezoeken niet komen verstoren, maar eigenlijk meer gaan toe bijdragen. En dat is eigenlijk de stilte en de rust die je hebt in de haastige, drukke stad. Als soort van kennismaking met de bewoners hebben wij samen met Raakvlak, de archeologen van Raakvlak, een opgraving hier uitgevoerd. En de bewoners hebben daaraan meegeholpen. De opgraving is inderdaad meer het inviteren van de bewoners en het contact leggen, maar ze ook op een andere manier in de ruimte hier bezig te zijn. En ja, niet altijd binnen dan te zitten ook. En het volgende traject gaat eigenlijk verder daarin, dat we eigenlijk hier in de ruimte waar we nu staan, die binnenruimte, nog verder gaan met de bewoners om eigenlijk die uitdaging te gaan zoeken. Hoe gaan we met de bezoekers om? Wat tegelijkertijd ook de bezoekers aantrekken om hier te komen genieten van die rust. Een jaar klinkt lang voor een project, maar eigenlijk als je met mensen bezig bent, met lokale mensen en dan ja, ook met een kunstraject in dit geval, dat heeft zijn tijd nodig en dan is dat wel handig ja, dat een organisatie die mensen al deels kent en weet met wie dat aan de slag kunt om het traject te verkorten. We zitten met een doelgroep hier bezig, met ouderen bezig en er zijn heel veel grote steden ook die zitten met een vergrijzing. En hoe gaan we daarmee om? Dat is een heel actueel debat. Niet alleen vereenzaming, maar ook het feit dat jongeren niet per se voor hun eigen ouderen zorgen, want die vaak ook in instituten terechtkomen. En eigenlijk heel die thematiek ja, is onrechtstreeks ook gewoon in het project aanwezig.